Wat zei je? Oh. Zoals aangekondigd gaan we in ons jaaroverzicht ook een overzicht houden van het afgelopen jaar op economisch gebied. En we hebben als gast Steven Dibi-Persat. Hij is de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname. Welkom bij ons jaaroverzicht, meneer Dibi-Persat. Om te beginnen, de minister van Financiën die gaf aan het begin van het jaar aan, 2021, dat er veel belangstelling was van investeerders voor Suriname. Hebben we die investeerders gezien in het afgelopen jaar? Nee, voor zover ik heb kunnen natrekken, is nog niets verwezenlijkt. Inderdaad zijn er wel een paar dingen hebben de media gehaald, waaronder maatschappijen die een belangrijke rol in de toekomst kunnen gaan vervullen. Er is dat verhaal geweest van een HSPG in Kommerwijnen. Ja. En heel veel vragen die dat heeft opgeroepen. In elk geval, vorig jaar is niets opgezet wat nu al actief is. Okay. In ieder geval hebben we gemerkt dat de deal met HSPG is nietig verklaard inmiddels. Hè? Ja, vanaf het begin waren er vraagtekens. En ook over het bedrijf zelf, het project. Mm-hmm. Dus de vraagtekens hebben zich bewezen, de mensen die vragen hadden. En het is goed dat je dus iets wat niet wat vragen oproept, dat je liever snel de stekker eruit trekt. Ja, maar het idee zelf, is dat wel, want dat vraag ik me dan ook af, is het wel haalbaar voor Suriname? Dat ook. Het is het, op het moment dat het gaat over een nieuwe technologie, ik moet zeggen dat bij het aanhoren van dit verhaal klapperen je oren. Dus nieuwe technologie in een land met een bepaalde technologische stand waar je die gap gaat krijgen. Een land die andere vraagstukken heeft die op dit moment aandacht verdienen. Vraag je af van, is dit goed voor dit moment? En ja, eigenlijk is het antwoord waarschijnlijk nee. Okay. Dus we hebben nu dingen nodig die direct banen creëren. Die direct inspelen op wat de technische vaardigheden die Suriname heeft. Ja. Oké, heet hangijzer vorig jaar was ook het crisis- en herstelplan. Het werd in juni al goedgekeurd en de president heeft dus aangegeven dat dit plan Suriname uit de malaise moet kunnen halen. Maar welke van de maatregelen, want ik begrijp dat er een aantal maatregelen in staan opgenomen, is er op economisch gebied, zijn er al maatregelen te merken uit dit crisis- en herstelplan? Ja, inderdaad. Dus dit herstelplan is eigenlijk in 2020 al gestart. Ja. In DNA aangenomen midden vorig jaar. En het zal doorlopen in dit jaar. Het crisis- en herstelplan is eigenlijk een saneringsplan. Dus dat betekent dat maatregelen erin zijn opgenomen die pijn gaan veroorzaken in de samenleving, maar ook bij het bedrijfsleven. We hebben het vorig jaar gevoeld. Een deel daarvan zullen nog dit jaar gebeuren. Vorig jaar is iets waar economen al jaren over praten, namelijk stabilisatie van die wisselkoers. Yeah. Na vele mislukte pogingen is het vorig jaar, midden vorig jaar, eindelijk gelukt om een vrij stabiele wisselkoers te krijgen. Dat is een van de maatregelen. Vorig jaar januari is ook gestart solidariteitsheffing. Dat is ook opgenomen in het herstelplan. Gelukkig dat solidariteit dit jaar is gestopt. Maar er zijn ook specifieke maatregelen waar we ook van weten dat ze geld kunnen opleveren. Waaronder het geld zoeken in de goudsector. Het meer belasten van die sectoren die niet duurzaam zijn. Mm-hmm. Ik vraag me af of dat is gelukt. De regering zelf geeft aan dat in hun eigen evaluatie van de uitvoering van het herstelplan slechts 20% is gelukt. Voor een plan dat volgend jaar zou moeten aflopen, vraag ik me af of het gaat lukken om in de komende 12 maanden nog die 80% te realiseren. Maar u had het over de goudsector. En als we kijken naar ons verleden, dan zien we dat we jaren geleden ons geld ook hebben gezet op bijvoorbeeld de mijnbouwsector. Moeten wij ook niet nu andere sectoren gaan ontwikkelen in Suriname, behalve steeds naar de mijnbouwsector te kijken? Inderdaad, heel goede opmerking. Ik denk dat het antwoord bij iedereen bekend is, ja. We moeten gaan verduurzamen. Maar het kost geld om te starten. En sommige mensen zeggen het kost geld om geld te verdienen. We zijn gezegend door de natuur, door de schepper. Mm-hmm. Het ligt ook, je kan het makkelijker nu gebruiken.
die prijzen van bepaalde delenstoffen zijn erg goed op dit moment. Bijvoorbeeld goud, maar ook aardolie. Dus we hebben, de technologie is beschikbaar. De bedrijven zijn reeds actief daar, maar uiteindelijk zullen eruit moeten gaan. Ja. We zullen niet in 2021 of 2022, 2023 eruit gaan. Maar we moeten gaan naar een duurzame welvaart. Mm-hmm. Eentje die veel minder gebaseerd is op mijnbouw, maar veel meer gebaseerd is op duurzame banen. Banen die een waarde creëren, die ons daadwerkelijk naar een ontwikkelingsniveau brengen als land. Ja, om daarop te blijven en te gaan naar de oliesector. Ik sprak een econoom onlangs en die zei, we mogen ons niet blind staren op de oliesector. Deelt u die mening? Helemaal gelijk. De oliesector zal ook net als de bauxietsector stoppen. De oliesector is eigenlijk nog niet eens echt begonnen in Suriname. Ik heb het dan over olie voor de kust. Ja, ja. Zoals in het buurland Guyana. Mm-hmm. Is nog niet eens gestart hier. Op het moment dat het start, zal het wel heel veel positieve dingen met zich meebrengen. Maar ook een heel belangrijk negatief ding, namelijk vervuiling. Ja. Die vervuiling ga je niet kunnen compenseren. Op het moment dat de condities goed zijn, op het moment dat de bedrijven iets actief zijn, moet je er voorlopig gebruik van maken. Maar het belangrijke is dat je het geld opzij zet om later te gaan investeren in die werkgelegenheid, die productie, die leidt tot diversificatie. Dus meerdere sectoren, meerdere productievormen en meerdere banen. En daarmee kan je daadwerkelijk praten over duurzame ontwikkeling en duurzame groei. Ik wil daar nog één vraag stellen over deze sector. We hebben in het verleden gezien dat er geen goede deals zijn gesloten als het gaat om de inkomsten voor Suriname uit deze megaprojecten. Heeft u inzage of informatie over wat Suriname er uiteindelijk uit krijgt? Ja, ook een vraag die bij veel mensen speelt al vele jaren. In de deelneming van Suriname in offshore olie en gas gebeuren, mm-hmm. heeft Suriname een andere strategie dan Guyana. In Suriname onderhandelt staatsolie, waarbij staatsolie vanaf het begin, zelfs bij het zoeken naar olie, laat staan als olie inderdaad uit de grond gaat komen, altijd gegarandeerd is van een deel van die koek. Yeah. Daarnaast hebben we royalties ook uit olie. Dus deze verdeelsleutel zal er wel toe leiden dat we meer gaan houden hier. Okay. Maar uiteindelijk zullen we nog meer ons best gaan doen. Want het moet niet alleen maar staatsolie zijn en de multinationals die hier zoeken naar olie, maar alle bedrijven en daarmee iedereen die werkt in die bedrijven moeten gaan verdienen. Ik heb het dan over de ondernemers die actief zijn in horeca, in huisvesting, de ondernemers die toeleveringen hebben, de verzekeringsmaatschappijen, banken. In elk geval meer banen moeten worden gecreëerd en er wordt een beetje ingewikkeld wordt. Daarvoor gebruik local content. We zouden dus nu ook over local content kunnen praten. Maar we gaan even terug naar het jaaroverzicht zelf. 1 november stond bijvoorbeeld bekend als de dag der verhogingen in Suriname. En Telesuur, SWM, de tarieven gingen omhoog. En de president zegt, guys, we moeten taaiberen, want er moeten maatregelen komen. Maar hoeveel rek heeft de samenleving nog, denkt u? Ja, inderdaad. Vanaf 2020 worden er al maatregelen genomen die maken dat je dieper in je portemonnee moet gaan. Een portemonnee waarvan de waarde van het papier wat je hebt al behoorlijk minder is geworden. Zeker na die devaluatie van juni, waarmee dus een beetje koersstabiliteit is gekomen. Dus op het moment dat stroomprijzen omhoog gaan, benzine, betekent het dat eigenlijk is het de vraag van, gaat het iedereen lukken? Mm-hmm. Hiernaast, dus los van de maatregelen die maken dat prijzen omhoog gaan, prijzen van nutsvoorzieningen moeten wel op een dusdanige manier zijn dat het zich terugverdient. Ja. Anders gaat alles kapot en daar hebben we ook niets aan. Ja. Maar er zijn bepaalde groepen, er zijn bepaalde mensen, huishoudens die dat niet kunnen betalen. Simultaan hieraan moet ook een programma komen om die groepen te ondersteunen. Ja. Ja. Dat is dus een sociaal vangnet. Vanwege de overheid was er al mee begonnen. Een beetje een vraag hoe efficiënt en hoe succesvol dat is geweest. Maar
Nu met het IMF erbij. Het IMF gaat vooral ook kijken hoe goed het sociaal vangnet wordt uitgevoerd. Kan misschien daarin ook middelen stoppen. Mm-hmm. Heb je meer garantie dat die mensen die die steun daadwerkelijk nodig hebben... Mm-hmm. en de groep kan in 2022 nog groter worden... dat ze inderdaad ook die hulp krijgen. Ja. Oké. Okay, er is ook aangekondigd in 2021 dat we een diepzeehaven krijgen in het Westen. En de overeenkomst daartoe is ook aangetekend. Wat is het economisch belang voor een diepzeehaven in het Westen van Suriname? Oké, een heel goede vraag. Voor dit jaar eigenlijk nog niet. Behalve die diepzeehaven in Nigeria is ook eentje geprojecteerd. Een faciliteit in Komewijnen. Beide zijn toegespitst op iets wat nog moet komen. Dan is het de vraag van iets wat nog moet komen. Moet je wachten totdat het daar is of moet je erop voorbereiden? Als we kijken naar Guyana, die een beetje lang heeft gedraald. Mm-hmm. En uiteindelijk begon die business. Het lijkt erop dat Trinidad en multinationals meer daaraan hebben verdiend. Dus als we daaruit leren, moet je inderdaad er naartoe werken. Yeah. Maar bij veel mensen komt het vreemd over dat je dus zo als een business... Stel bijvoorbeeld met goed geluk dat die aardolie... echt in 2025 uit de bodem van Suriname kwam. En in 2022 moeten we nu al maatregelen nemen. Het klinkt een beetje vreemd, want meestal werken wij niet zo in Suriname. Ja. Het is inderdaad wel zo in het grensgebied met Guyana. Guyana is al zeer actief mm-hmm. met olie en gas. Ja. Iets minder gas, maar Suriname kan daar wel een rol in spelen. Het betekent wel dat wij... je gaat dus geld moeten inbrengen. Geld wat Suriname bijna nu niet heeft. Ook het bedrijfsleven zit er niet echt goed bij. Mm-hmm. Ik hoop dat de monitoring goed wordt gedaan. En dat de mensen inderdaad de calculaties goed hebben gedaan. Dat dat geld inderdaad terugverdiend wordt. Oké, ik moet het gesprek beëindigen, meneer Debbie Persat. Maar ik wil toch die vraag stellen over belastingen. Want we worden doodgeslagen met belastingen. Loonbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting, BTW. Ja. Kunt u ons vertellen wat wij als samenleving als voordelen gaan zien van al deze belastingen? Ja, precies. Dus die loonbelasting is iets wat we allemaal betalen. Iedereen die werkt bij de overheid, maar ook het bedrijfsleven. Je werkgever houdt een deel van je loon in. En dat betaalt die werkgever elke maand aan loonbelasting. Ja. Wat is gebeurd vanaf januari van dit jaar? Er is een bepaald bedrag waarover mm-hmm. geen loonbelasting meer wordt ingehouden. Dus dat betekent dat iedereen die minder dan 4000 SRD per maand verdiende... nu geen loonbelasting meer. Dus je houdt meer geld over. Mm-hmm. Dat is een goed ding. De volgende groep... die betaalt iets minder loonbelasting. Dus over de gehele linie is dat goed voor de werkers van ons land. Uiteindelijk is dat maar een deel van het verhaal. Straks, midden van dit jaar, zegt die overheid, gaat BTW komen. BTW gaat maken dat er toch weer prijzen omhoog gaan. Het moet een bepaald gedrag creëren bij de burgers... dat je meer gaat opletten wat je koopt, wat je consumeert. Ja. Want... bij BTW zal dus alles wat je koopt, een brood, een soft... zal BTW erop hebben. Als je uit gaat eten, zal een stukje van die prijs omhoog brengen. Yeah. Dus het leven gaat ook in dit jaar duurder worden. Okay. Die overheid heeft belastingen nodig voor haar inkomsten. Dus wij als samenleving betalen die rekening. Ja, nee, geen goed voorteken. Nog kort, meneer Debbie Persat. Hoe ziet economisch Suriname eruit in 2022? Net op die drempel om... het is een drempel die we moeten nemen naar verbetering. Ik zal niet zeggen naar ontwikkeling. We hebben vorig jaar die eerste stap gezet naar stabilisatie. Na stabilisatie, wat nog erg fragiel is... moet je nu die maatregelen nemen... die je naar die volgende fase brengen. Mm-hmm. Eigenlijk de eerste stap naar groei. En er moet zoveel gebeuren. Niet alleen bij de overheid... maar ook bij bedrijven en burgers. Ja, ja. Wij moeten nu die collectief gaan nadenken van waar willen we zijn als samenleving. Ja. Het gaat geen makkelijk jaar worden, maar als we het goed doen dit jaar... dan kan het zijn dat we die fundamenten leggen om blijvend uit de problemen te komen. Dank u wel, meneer Debbie Persat. Graag gedaan. De voorzitter van de VES voorspelt, dus het wordt geen makkelijk jaar. Tot zover dus dan het gesprek met de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname.